Elke week kruipen we in het hoofd van een kunstenaar die ons is opgevallen door zijn of haar unieke blik. Filmmaker Anna Sendjarevic. Zij bijt vandaag het spits af en vorig jaar verscheen haar speelfilm Take Me Somewhere Nice. Een rebelse roadmovie over een Nederlands Bosnisch meisje. De film kreeg internationaal veel lof. En de Volkskrant etaleerde, in de Volkskrant schreven ze dat ze haar eigen unieke stijl etaleert. Droogkomisch, ontroerend en altijd raak. Ja, die heb je vast in de pocket, Anna. Nu ben jij bezig met een nieuwe film over het koloniale verleden van Nederland. In Indonesië. Ja. Ook een heerlijk spannend onderwerp. Ja, feministisch perspectief. Ook nog eens een keer. Ja, heel woke. Ja. Maar je zit hier omdat we in jouw hoofd gaan kruipen. Wat wil jij ons laten zien? Ja. Nou, ik was een tijdje geleden in Berlijn en toen liep ik langs het Gorky Theater. En er was toevallig een expositie over het einde van het patriarchaat, maar goed. Krijgt een heel feministisch thuis. Ja, het wordt allemaal bij elkaar hier. En ik zag daar het werk van de Bosnische kunstenares Sheila Kamerić. Ja. En haar werk Bosnian Girl zag ik daar. Dat heeft ze gemaakt in 2003. En ik weet dat ik het toen voor de eerste keer zag en dat ik er best wel gemengde gevoelens bij had in eerste instantie. Ja, we zagen het daar net hangen eigenlijk op het theater. Het is een hele grote poster. Ja, het is eigenlijk een zelfportret van haar. Ja. En voor het zelfportret zie je een tekst staan die een Nederlandse soldaat, een Dutch batter, heeft geschreven op de muren van de compound in Srebrenica. Tijdens de oorlog toentertijd. Tijdens de oorlog, want dit jaar is het 25 jaar geleden dat de laatste genocide van Europa heeft plaatsgevonden in Srebrenica. Onder toeziend oog van Dutch Bat. En zij heeft dit provocatieve werk heeft ze daarover. Ik zal het even voorlezen. No teeth. Geen tanden, een mustache, een snor. Mm-hmm. Smells like shit. Het stinkt als stront. En dan eronder Bosnian Girl, uitroepteken. Ja. Maar wat deed dit met jou dan, toen je dit zag? Ja, ik had heel erg gemengde gevoelens bij. Want natuurlijk, die tekst, daar maakte ik natuurlijk heel kwaad over. Want jij voelde je als Bosnisch, daar liggen jouw roots. Ja, ergens voelde ik me natuurlijk wel heel erg aangevallen. Ja. Het is wel een kwetsende tekst. Ja. Maar tegelijkertijd vroeg ik me ook af, waarom moet ze zich nou richten op deze argeloze jongen die dit heeft opgeschreven? Want als je kijkt naar de tekst, smell is niet eens correct Engels gespeld. Ja. Dus ik dacht van, is het niet veel beter om je te richten op de echte verantwoordelijkheden van die genocide. Dus de VN, de NATO, de Europese gemeenschap. Clinton, die ook daarna deed een akkoord. En niet op die Dutch batters dus. Ja, precies. Mm-hmm. En dus ik dacht van, ik had er gewoon gemengde gevoelens bij. Maar toen ik dus in Berlijn was en dat zo groot zag hangen, ja, toen voelde ik me ineens best wel trots. Oké, vertel, leg uit. Leg uit. Nou, er was toch wel iets veranderd, want ineens kon ik het werk op een andere manier duiden. En ik zag ineens van, volgens mij gaat dit werk helemaal niet daarover. Maar het kantelt eigenlijk het beeld van slachtofferschap wat wij hebben. Wat is het beeld dat wij hebben van de Bosnische of de vrouwen uit Srebrenica? Dat is dit beeld eigenlijk. Ja, hè? Als wij denken aan Srebrenica, dan zien we eigenlijk altijd dit soort beelden. Ja. Dus we zien de slachtoffers midden in hun lijden. Ja. En eigenlijk, ik voel een beetje een ongemak bij, want mensen worden op die manier ook gemarginaliseerd, alleen tot het lijden zelf. Ja, gereduceerd daartoe. Ja, precies, ja, ja. Precies. Maar wat Sheila doet, is zij op die foto kijkt ze naar de camera. Mm-hmm. En ze luidt eigenlijk een soort van nieuwe fase in dat lijden. Ja, leidt allemaal leidt samen. In. Dit is niet zo bedacht, dames en heren. Nee. Maar ga verder. Ga verder. Maar dus, want wat je ziet, is dat ze een soort van rationele manier, een rationele woede laat zien. Mm. En ik vind eigenlijk dat haar beeld eerder aanzet tot activisme. Ik haal eigenlijk heel veel kracht uit. Dus jouw beeld is gekanteld. En wat zien we hier op deze foto? Ja, hier zien we eigenlijk dat die vrouwen zelf, dus 11 juli wordt elke keer Srebrenica herdacht. Mm-hmm. Hier in Den Haag, maar ook in Srebrenica zelf. En je ziet dat die vrouwen, die lopen zelf ook rond met die poster van Sheila Kamerić. Dus die halen daar ook trots kracht op. Uit. Ja, ja. Maar dankjewel voor het kantelen van mijn beeld in deze blijkbaar nieuwe fase. Dankjewel, Ena. Ja, bedankt.